Waarschuwing. Op deze wei tussen de Mettegeupel en krinkelhoek in is de afgelopen week een aantal honden vergiftigd. Dierenambulans Os plaatste dinsdag deze mededeling op Twitter. Maar woensdag trokken ze deze informatie zelf alweer in twijfel. Een tipgever had de ambulance laten weten dat er gif zou zitten in de wei. Meerdere honden zouden hierdoor ziek zijn geworden, waarvan er ook drie zouden zijn overleden. Alleen met het natrekken van de info stuitte een medewerker van de ambulance op wat onjuistheden. Er werd gezegd dat op één van de overleden honden sectie was verricht door een dierenarts... waaruit bleek dat zijn maaginhoud gif bevatte. Normaal gesproken zou dan de politie worden ingeschakeld, volgens de medewerker. Uit navraag door hem blijkt dat dit niet is gebeurd. Het is maar de vraag of het allemaal waar is, zegt hij daarom nu. Toch staat hij erachter dat de waarschuwing er direct uit is gegaan. We waarschuwen liever tien keer voor niks dan dat we één keer te laat zijn. De dierenambulance laat weten verder ook niks meer met de zaak te doen... Ook de politie gaat het verre niet onderzoeken, vertelt de medewerker.